Goedemiddag en welkom bij Infoblaza TV. Er trekken vrij veel wolken over Nederland, maar tot neerslag komt het niet of nauwelijks. En van het westen uit begint het ook een klein beetje op te klaren. De zon schijnt misschien nog eventjes en vanavond hebben we een paar opklaringen en dan zakt de temperatuur vrij snel naar ongeveer min 3 graden. In de nacht zakt het kwik verder, vooral in het noordoosten van het land. Daar kan het min 4 tot min 7 worden. In de rest van het land is het min 2 of min 3. En laat in de nacht neemt in het zuiden de kans op sneeuw toe. Er staat een matige wind uit het zuidoosten en die houden we ook morgen. Er valt van tijd tot tijd sneeuw. In het zuiden en westen zou er ook eens wat regen tussen kunnen zitten. Misschien wel ijzel. Het kan in elk geval weer spiegelglad worden. Ook woensdag hebben we nog te maken met winterse neerslag. Vorst in het noordoosten, dooi in het zuidwesten. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de donderdag. De laatste dag van het jaar, vrijdag, is de weersverwachting wat onzeker. Ik hou het op wolkenvelden en overwegend droog weer.